Arnie en Linda gingen zoenen. De een die sprong naar de afstandsbediening om me zo snel mogelijk weg te zappen. De ander liep de kamer uit. Mijn vader die gelijk over alle andere onderwerpen begon te praten. In geen blad voor de mond ga ik, Leonie ter Braak, al wandelend in gesprek met bijzondere gasten op een voor hun bekende en geliefde plek. Een plek waar zij tot rust komen of een bijzondere herinnering hebben. Vandaag ga ik wandelen met Nasreddin Shah. Nasreddin, heb je het gewoon kunnen vinden? Waar ben ik? Ja, je bent gewoon de plek waar ik geboren en getogen ben. Steenberg. Ik weet niet wat ik zie. Vind je het mooi? Ja. Waarom wil jij hier met mij afspreken? Ik bedoel, kijk, dat jij uit Steenbergen komt, oké. Maar waarom specifiek hier, op deze plek? Nou ja, ik dacht... ik woon natuurlijk nu in Rotterdam en al heel lang in Rotterdam. En daar heb ik mijn gezin en zo in mijn leven. Maar Steenbergen heeft zo'n belangrijke plek in mijn leven. En deze plek heeft voor mij ook wel een beetje te maken met de tijd waarin ik mijn leven. En dat heeft, corona, hè? Corona heeft nogal impact. Dit is gewoon wel wat je al zegt, weet je? Je komt hier aan, je zit en je krijgt alsof je extra lucht krijgt, weet je? Extra zuurstof. We gaan wandelen. Ja. Jij gaat me meenemen op reis. Ben je een beetje een kenner van de natuur? Eerlijk? Ja, heel eerlijk. Nee, eigenlijk niet. Ik hou wel van de natuur, maar als je mij vraagt welk vogeltje hoor je nu? Nee, dat heb ik geen idee. Maar ik hou wel echt van natuur. Ik hou ervan om de natuur op te snuiven. Ook al ligt het hier helemaal vogelpoep en weet ik wat voor poep allemaal. Kijk, ja. Oh shit. Ja, ik heb laarzen aan. Jij bent ook echt heel goed gekleed voor deze wandeling, hè? Nee, jij bent heel goed gekleed. Moet je kijken. Ik ben juist helemaal niet goed gekleed. Witte likes. Dat bedoel je ook. Ja, nee. Ja. Mis je het podium? Ja, Zoals dit ook een soort zuurstof is, is voor mij dat podium dat ook. En dat is ook waar ik dit jaar wel heel erg bewust van werd of zo. Waar ik heel erg achterkwam van de waarde van dat podium. Ja, dan gaan de lichten uit en dan kom je op en dan... Die energie. Ah, dat is gewoon een kick. Mensen, honderden mensen die je meeneemt in een verhaal. Maar dit is toch onthaasten? Dit is onthaasten, dit is ontstressen, dit is even ademen, weer opnieuw even ademen. Neem jij een telefoon mee als je gaat wandelen? Nou ja, zit wel in mijn broek. Verslaafd aan je telefoon? Sorry. Ik gooi hem nu in het water, wat gebeurt er dan met je? Ah, dan ga ik wel balen, ja. Ik heb denk ik het afgelopen jaar wel echt heel veel geschoold in mijn leven. Ja? Ja, ben jij? Heb jij veel geschoold? Ik zeg heel erg, ja? Ja, van je zegt dat, maar dat doe je de hele tijd. Ja, met ik schrik de hele tijd van, holy shit, is dit, nee, maar is dit heel erg? Die ja is gewoon eigenlijk herkenning. Porno? Ja, sowieso. Jij? Ja. Ja, echt? Ja, soms. Ja, jij wordt ongemakkelijk, hè? Ik word heel ongemakkelijk. Maar ik weet alles wat met seks of met iets te maken heeft. Ik merk het aan je. Dat heeft ook met mijn opvoeding te maken. Want dat is Hashuma namelijk. Wat is? Hashuma. Hashuma? Ja. Dat is? Nou ja, om het daarover te hebben is gewoon Hashuma. En dat betekent? Dat doe je niet. Schaamte. Schaamte, ja. Oh ja? Ja, ik heb dat in de voorstelling Ja, benoem ik dat. En ik dacht dat dat iets heel erg Marokkaans was, maar... Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Als je met je ouders bijvoorbeeld, dat was bij ons in ieder geval het geval, als we een goede tijd en slechte tijd aan het kijken waren. Arnie en Linda gingen zoenen. Nou ja, dan was het echt, ik weet niet wat er gebeurde, maar de een die sprong naar de afstandsbediening om me zo snel mogelijk weg te zappen. De ander liep de kamer uit, mijn vader die gelijk over alle andere onderwerpen begon te praten ter afleiding. Waarom is het toch altijd zo'n taboe? Waarom kunnen we daar niet gewoon luchtiger over doen? Ja, iedereen... Omdat het Hashuma is. Het is niet Hashuma. Ja, wel, het is wel Hashuma. Dat zijn dingen die je gewoon niet op de camera bespreekt. Die je gewoon samen moet bespreken in plaats van... Ik ken jou niet eens. Ik ken jou net. We hebben elkaar net ontmoet. We hebben het over zaken die... Waar... Amy gaat echt pis zijn als ze dit terugziet. Ja? Ja, dat weet ik zeker. Gaat ze niet leuk vinden. Nee? Nee. Sorry, Amy. Sorry, schat. Zit er dan ook niet ergens aan een bad boy in jou? Omdat je die zo naar boven kan halen. Dat is meer wat me fascineert. Nee, ik ben gewoon niet... Nee, ik ben niet echt een bad boy. Ik hoop vooral dat ik... sterk in mijn schoenen sta als het gaat om...
Nou, waar we het net over hadden, weet je wel. Je uitspreken, andere mensen aanspreken op zaken die lastig zijn. Als ik kijk naar mijn kids, dan hoop ik dat als zij naar mij kijken, dat ze wel een vader zien die voor zichzelf durft op te komen. Je bent veel te gevoelig voor een bad boy. Ja, 100%. En daar is niks mis mee. Nee. Ik vind gevoeligheid vind ik een belangrijk ding. Gaan we hier zitten? Ja, is dat hoeveel kilo weeg jij? Oh. Ik weeg niemand echt weten. Ja? Je bent echt wel van een persoonlijke vraag. Ja, tuurlijk. Maar ik ga toch ook niet aan jou vragen hoeveel kilo weeg jij? Oh, dan mag je vragen hoor. Ja, zo'n vraag waar ik helemaal niks aan heb. 78. 65. Weeg jij 65? Wat dan, zie ik er dikker uit? Ja. Echt? Maar heb jij moeite mee als een vrouw langer is dan jij, zou ik hakken aan mogen bij jou op een première als ik je vrouw zou zijn? Ja, heel erg. Ja? Ja, een vrouw moet altijd kleiner zijn dan mij. Oh, ik dacht dat je bedoelde, het is helemaal niet erg. Nee, is ook helemaal niet erg. Ja, maar sommige mannen vinden het heel vervelend. Oh, dat is wel goed dat je er gelijk van uitging. Nee, ik vind het helemaal niet vervelend. Nee. Ik vind, eerlijk, ik vind het vrij sexy. Hoe komt bij jou je creativiteit op gang? De afgelopen 2 weken zat ik helemaal in Peaky Blinders. Oh ja, heerlijk. 5 seizoenen helemaal afgekeken. Oh, heerlijk. Oh, ik vond het fantastisch. Ja. Maar daar zit een van de broers, die heeft echt een bijzonder loopje. En dat vind ik geniaal. Die loopt dus zo. Dit. Hij doet dit. Handen tegelijk. Handen tegelijk, ja. Laten... Ja. Oh ja, doet hij dat? Continu als hij loopt, doet hij dit? Hij doet continu als hij loopt, doet hij dit. En Dat doet iets met een personage. Wat het hem doet, in ieder geval als ik naar hem kijk, hij is aan, let's go. Het is een soort van, de man is één brok energie. En ja, ik denk dan, heeft hij dit bedacht of is dat echt zijn loopje? Maar zo'n klein detail kan dus een personage al kenmerken. Ja, juist. Wat is iets waarvan je zegt, dat heb ik zelf bedacht. Dat heb ik erin gegooid, bij een film of een serie. Potlood is dit. Mokkelmafia. Is je rug recht, hoofd omhoog, ja. Maar met mij ga je niks kunnen doen. En die andere man, die met de PTSS? En die PTSS is meer, weet je wel, die is aan het lijden. Die is gewoon continu aan het lijden en heeft pijn. Wat zou je graag willen nog? Mijn grootste wens is nog iets ontwikkelen. Ik zou heel graag iets willen ontwikkelen. Zo, net als Ahmed Akabi, die dus Mokromafia heeft, de showrunner is achter de Mokromafia. Wat hij allemaal doet en wat ik zo achter de schermen zie, dat lijkt me echt te gek om zo van scratch iets op te bouwen. Mag ik jou bedanken? Ja, natuurlijk mag dat. Sowieso voor het laten zien van Steenbergen en de natuur. Natuur vooral. De natuur, ja. En voor je openhartigheid en je kwetsbaarheid. Nou, dankjewel. Ik wist dat je zo was, ik weet niet, ik had zo'n gevoel. En je bleek ook zo te zijn. Oké, maar je dacht ook een beetje bad boy, toch? Nee, niet meer. Nee? Dat vleugje is weg, sorry. Dat mag ik spelen. Sorry.